Welkom bij de eerste aflevering van de For the Future Highlights Show. Om de week vind je hier samenvattingen van gespeelde jeugdwedstrijden op de toekomst. Deze week Ajax onder 16 in de topper tegen PSV. En het talententeam van de Ajax vrouwen krijgt bezoek van AZ. Het nieuwe jeugdseizoen is ook voor Ajax onder 16 begonnen. Op Sportpark de Toekomst wacht een ontmoeting met PSV. Ajax won de eerste wedstrijd uit bij Sparta met 2-3. Doelpuntenmaker toen onder andere Ferrell Nash. Hij in de basis. Op de toekomst ook aanwezig Ruud van Nistelrooy. Vorig jaar nog trainer van het eerste elftal van Eindhovenaren. Hij vandaag dus in Amsterdam op bezoek. Terwijl hier de eerste kans is. Liam Slaats. Maar een goede redding van Bonaventia. Maar PSV begint sterk. Hier een voorzet van de linkerkant. En wat een mogelijkheid zeg. Voor Jonkers. Centrale verdediger. Schiet die bal naast. Maar zo gezegd PSV gevaarlijk. Hier ook in de omschakeling. Austin Jones gaat naar binnen. Overtreding van Casanvirjo. En een overduidelijke penalty. Voor PSV. Jones weg in de diepte, kapt de bal goed af, gaat naar de grond en mag dan zelf aanleggen voor de strafschop. Faalt niet, 0-1 door de nummer 11 van de club uit Eindhoven. En een verdiende voorsprong op basis van het veldspel. Hier goed te zien hoe hij de keeper van Ajax de verkeerde hoek instuurt. Vrije trap dan, weer een diepe bal. Nu wel Bonaventia. Hij raakte hem net aan. De aanvoerder van PSV was daar even gevaarlijk. Goed gespeeld! Ajax dan voor het eerst eigenlijk. Bal naar de linkerkant. Naar Ferrell Nash. Mooie bewegingen. Bal aangeraakt. Maar daarbij gaat net voor langs. Wat er nu gebeurt. De bal in de as houden. Terwijl je ook Dennis van den IJssel hoort, de trainer. Casanvirjo dribbelt in. Ajax na de achterstand beter in het spel gekomen. Hier 1-0, zoontje van Nash naar Ashiampong. Naar 1-0. Zo loopt deze aanval vlot. 1-0, weer Ashiampong gaat schieten in de korte hoek. Goed gedaan, je hoort het al, goed gevoetbald. PSV dan weer met een vrije trap. Kopbal op de lat. Doelpuntenmaker heel dichtbij zijn tweede. Maar PSV gevaarlijk. En Ajax met spel en prikjes ook. Tweede helft dan. Bal aan de linkerkant. Voorzet. Bonaventia kan daar niet aankomen. Jones opnieuw. Poging of een voorzet. Kans voor de spits en dan een scrimmage, maar het was ook buitenspel. Goeie bal, het middenveld in. Eno. Poging van afstand nu bij Ajax en die bal gaat naast. Poging was van Romers, die overkwam van Sparta deze zomer. PSV dan weer lange bal onder druk gezet. Goeie actie dit. Dan de rechtsback van PSV met een mogelijkheid en van de lijn gehaald. Daar was Slaats weer dichtbij. Ajax wonders bij Sparta. Nu op eigen veld achter tegen PSV. Terwijl hier Ashiampong is. In de combinatie gaat hij zelf, jazeker, schotje. Met zijn verkeerde linkerbeen. Baat er zichtbaar van. Nummer 10 van Ajax. Veel hoger, kom maar. Bal dan naar Ferrell Nash in het duel. IJzersterk. Kan gaan uithalen, Ferrell Nash. Raakt de bal net niet goed. Wel een goede actie van de doelpuntenmaker van vorige week. Baron aan de rechterkant. Actie naar binnen. Ook hij schiet.
En ook zijn schot wordt gekeerd door Aerts. Maar Ajax op zoek naar die gelijkmaker. Hier nieuweling Tyrese Theeuwsen gaat naar binnen, gaat schieten en de bal op de lat. Mooie poging van de jongen die overkwam van VVV Venlo. Ajax gaat door, lange bal opnieuw van Barron naar opnieuw Theeuwsen, voorzet. Scrimmage, poging, redding en dan weer de goal niet. Ongelooflijk dat deze bal er niet in gaat. Levias Jampong. Baalt als een stekker. Vrije trap dan nog. Laag in de verre hoek. En weer gered door Aerts die een puikenwedstrijd keept. Aan PSV kant. Als Jampong dan gaat hij weer schieten. Nee, de steekbal op Theeuwsen. Overtreding. En dan is het gelijk afgelopen. PSV wint. Met 0-1 van Ajax. Kansen genoeg voor de ploeg van Dennis van den IJssel. Maar geen gelijkspel, nog zegen. Door de 1-0 nederlaag vinden we het team van Dennis van den IJssel na 2 wedstrijden terug op de 4e plaats. Het nieuwe jeugdseizoen is begonnen, ook bij Ajax in Amsterdam. Het is tijd voor het talententeam van de Ajax vrouwen. Vorige week verloren ze van ADO Den Haag. Nu willen ze het recht zetten tegen de vrouwen van AZ. Eerste aanval van het talententeam. Met hier een bal aan de rechterkant. Voorzet. En daar is de eerste goal al. Mirte van Koppen. 1-0 Ajax. Na een goed begin. Goede voorzet van de rechterkant. Keeper komt uit, maar is te laat. En dan leidt het talententeam met 1-0. AZ dan probeert op te bouwen, maar Ajax zet goed druk en daar is het al gelijk 2-0. Weer Mirte van Koppen. Bij Ajax vrouwen heb je Romee Leuchter, die hebt Tolhoek, die vorig jaar furoren maakte in dit team. En nu heb je dus Mirte van Koppen met 2 doelpunten binnen mum van tijd. Het talententeam met 4-0 onderuit bij ADO. Staat nu met 2-0 voor. Weer die bal naar de rechterkant. Voorzet vanaf rechts is gevaarlijk. En een goede redding. Nog een kans dan. Schot van opnieuw van Koppen. Maar die wordt tot corner verwerkt. Veel aanvallen via de rechterkant. Hier opnieuw via Daphne van Zuilen, die we nog meer gaan zien vandaag. Opnieuw de voorzet, of is het een schot? Hij belandt in ieder geval op de lattenbal. Goede poging van de rechtsbuiten van Ajax. Tweede helft dan opbouwen van achteruit, zoals Ajax betaamt. Goede dribbel hier op het middenveld. Sophie Proost, bal gaat naar de linkerkant. Naar Dost Mohamed, goede dribbel. Bal naar Mirte van Koppen, krijgt een beuk. En dan schiet ze net voorlangs. Geen strafschop, gewoon een doeltrap. Maar kansen genoeg voor de nummer 9. Ajax. Heren meester zeggen we dan. Als hier toch AZ weg is, 1-1. Schotje, gekeerd door Suus van der Weijden. Poging van Oost-Indie. AZ op zoek naar een doelpunt. Maar het is Ajax dat het beste is. Hier een poging van afstand. Tot corner verwerkt. Het is lekker weer op de toekomst. Dames op de bank zitten in de schaduw. Maar Ajax zo gezegd. De betere ploeg en dat is te zien aan de score en het veldspel. Hier is het een penalty, jazeker. Dribbel naar binnen, over het been en dan is het een strafschop. En Van Zuilen mag gaan aanleggen en scoren.
Volgende goal in feit voor het talententeam. Gemaakt door de nummer 7. Dané van Zuilen. Gelijk vanaf de aftrap dan. Ajax op Rozen. Zet vol druk. Van Koppen doet dit handig. Bal kan naar rechts. Naar Van Zuilen. Schiet opnieuw. En opnieuw zit raak. Geweldige goal van de rechtsbuiten van het Ajax talententeam. Goeie kap naar binnen. Haalt uit met de verkeerde linkerbeen. In de verre hoek. En dan is het 4-0. Diepe bal dan weer. AZ probeert de bal weg te werken. Maar Ajax doet het goed. Schot vanaf de rechterkant. En dan de rebound voor invaller Touzani. 5-0. Grote score hier op Sportpark de Toekomst. En het is het nichtje van. Die ook mag scoren vandaag. Poging van afstand. En ze is als de kippen bij. En zo wint het talententeam met 5-0 van AZ. Op 30 september mogen ze weer dan in Rotterdam tegen Feyenoord. Een overwinning dus, en dat konden de vrouwen van Anouk Brul goed gebruiken na de nederlaag van vorige week. Het talententeam van de Ajax-vrouwen staat nu derde. Een blik op aankomend weekend. Alleen onder 17 speelt thuis. Zij nemen het in de mini-klassieker op tegen Feyenoord. En een topper in Eindhoven. Ajax onder 14 gaat daar op bezoek bij PSV.